Omdat ik in de Daily Minutes nieuwe stijl ook iets over micronaties wil gaan brengen, probeer ik vandaag een van de bestaande micronatieverhalen uit. Het is een microstaat eigenlijk. Het verschil tussen micronaties en microstaten, dat moet ik even uitleggen. Microstaten, dat zijn landen die internationaal erkend worden. De andere landen erkennen ze ook echt als land. Ze hebben vaak of altijd aansluiting bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. En micronaties die worden eigenlijk doorgaans alleen door andere micronaties erkend. En soms door andere niet erkende staten, zoals bijvoorbeeld afsplitsingen van landen. Aan micronaties mankeert ook altijd wel wat. De bekendste micronatie is zonder meer het staatje Sealand, nabij Engeland. En die hebben bijvoorbeeld verzuimd om hun recht om schepen te registreren te verdedigen toen in de Verenigde Staten een zendschip werd opgepakt dat geregistreerd was onder de naam van Sealand als land van registratie. Door toen niet de gang naar de rechter te maken in de VS, waarschijnlijk was daar geen geld voor, hebben ze hun recht verspeeld internationaal om nog schepen te kunnen registreren. Dit micronatieverhaal over een microstaat dus gaat over Vaticaanstad. Vaticaanstad is slechts 0,44 vierkante kilometer in oppervlakte. Het is daarmee het kleinste zelfstandige land als je tenminste Sealand niet meetelt, dat immers door geen enkel ander land erkend wordt. De officiële taal in Vaticaanstad is Latijn, maar de omgangstaal is Italiaans en daarnaast Duits, Engels, Frans, Spaans en Portugees. Vaticaanstad slaat zijn eigen Vaticaanse euromunten, die net als de euromunten van San Marino en Monaco vrijwel niet gewoon in omloop zijn, maar voor veel hogere bedragen onder verzamelaars worden verkocht. In juni 2005 woonden in Vaticaanstad 921 inwoners, in hoofdzaak waren dat geestelijke en leden van de Zwitserse garde. Er werken daarnaast ongeveer 3000 leken die van elders komen. Behalve het feitelijke Vaticaanstad, dat geheel door de stad Rome wordt omsloten, bestaat het land Vaticaanstad ook nog uit enkele andere plekken in Rome en uit een zomerverblijf van de paus in Castel Gandolfo. Vaticaanstad heeft zijn eigen politiemacht, de Zwitserse Garde genaamd, die ook daadwerkelijk uit Zwitsers bestaat. De Zwitserse Garde is een overblijfsel van het oude leger van de paus. Het landje kent vanzelfsprekend een nationaliteit en een paspoort. Geestelijken kunnen met dit paspoort in een aantal landen ook de diplomatieke status krijgen. In 2003 hadden 552 personen de Vaticaanse nationaliteit, vooral dus weer geestelijke en leden van de Zwitserse garde. Vrijwel al die mensen hebben een dubbele nationaliteit. De Vaticaanse nationaliteit hebben ze slechts voor de duur dat ze in het landje werkzaam zijn. Het ministaatje Vaticaanstad is pas in 1929 ontstaan nadat er conflicten waren geweest tussen pausen en de staat Italië. Overigens bestond er tussen 765 en het jaar 1870 al een kerkelijke staat waarover de paus regeerde en die een turbulente geschiedenis kent. Al rond het jaar 300 hadden de pausen aanzienlijke grondgebieden onder hun beheer. De kerkelijke staat bestond later uit een brede strook land van kust tot kust in Midden-Italië. Het grondgebied omvatte de huidige Italiaanse regio's Latium, Umbrië, Marken en Emilia-Romana ter hoogte van Rome. De staat kende een wisselend gezag in de regio en speelde vaak nauwelijks een rol in de internationale politiek. De Franse Revolutie die in 1789 begon, luidde het begin van het einde voor de kerkelijke staat in. In 1796 kwam Napoleon Bonaparte aan de macht en na de Franse invasie van 1797 raakte de kerkelijke staat de steden Ferrara, Bologna, Romagna en Modena kwijt. Deze ging als zelfstandig land verder. In 1798 werd de kerkelijke staat geheel door de Fransen bezet, die er de Romeinse staat uitriepen. Paus Pius VI werd daarbij verbannen. De kerkelijke staat werd weliswaar in 1800 hersteld, maar ging in 1808 op in het Koninkrijk Italië. In 1850 werd de kerkelijke staat echter nogmaals in ere hersteld. In 1830 en 1831 was er wederom onrust toen er meerdere revoluties uitbraken tegen het zeer behoudende kerkelijke regime. Ook in 1849 was er een revolutie waarbij opnieuw een liberale Romeinse republiek werd gesticht. In datzelfde jaar werd het land met de hulp van Frankrijk, Oostenrijk en de beide Siciliën weer terugveroverd. Italië kende in die tijd een nationalistische beweging die eenheid van het land voorstond. De kerkelijke staat die het land precies in tweeën verdeelde was voor hen een doorn in het oog. Bovendien werd de kerkelijke staat door diverse andere landen militair beschermd. Dat alles bemoeilijkte het bestuur en de economie en stond een echte eenheid in de weg. In 1859 koos een groot deel van het pauselijke gebied zelf voor aansluiting bij Italië.
De paus had nu alleen nog de Regio Latium over, een strook land ongeveer een derde van de laars van Italië breed, met in het midden de stad Rome. Dit gebied werd beschermd door Franse soldaten die zich echter na een nederlaag in de Frans-Duitse oorlog in 1870 moesten terugtrekken. Hierop werd het gebied door de Italiaanse koning Victor Emmanuel II veroverd en geannexeerd, waarbij het ophield te bestaan. Een jaar erop werd de soevereiniteit van de paus zelf door de koning weliswaar erkend, maar de kerkvorst had daarmee dus geen territorium meer. De Heilige Stoel, zeg maar de bestuurlijke macht van de kerkelijke staat en later Vaticaanstad, wilde echter niet in de vorm van een wet akkoord gaan met de bevoegdheid van Italië om het gebied over te nemen. Vanaf dat moment weigerde de successievelijke pauze het Vaticaan nog te verlaten. Dit verschil van mening werd pas 59 jaar later in 1929 opgelost. In dat jaar erkende de Italiaanse dictator Benito Mussolini de soevereiniteit van Vaticaanstad, waarmee het een onafhankelijk land werd.